2021. Het is weer tijd voor kerstpakketten. Ik sta hiernaast Ellie Goemans. En we gaan langs Hanneke Scholtens. Goedemorgen, Hanneke. Goedemorgen. Ik vond onze contacten heel erg leuk. En ik vind ook dat je ontzettend veel voor mij hebt gedaan. En toen kwam er een actie voorbij van Omroep Flevoland. Van wie gun jij een kerstpakket? En toen dacht ik, nou, die moet naar Hanneke. Hoe was dit jaar voor jou? Zwaar. Wil je daar iets over vertellen of is het moeilijk? Scheiding. Na bijna 30 jaar. Maar het is goed. Het is alleen... Dat verwacht je niet. Dus ik ben ook heel blij dat Ellie en ik vriendschap gevonden hebben. Ja. Hoe is dat zo gekomen dan eigenlijk? Dat ik ben gaan scheiden? Nee, de vriendschap. Dat is een heel lang verhaal. Ja, dan keer een kopje koffie drinken, denk ik. Ja, ik hoorde... We hebben hier wel eens koffieochtenden, buiten, zomers. En toen hoorde ik van iemand dat Hanneke en haar vriendin uit elkaar waren. En toen heb ik een kaartje in haar bus gegooid van... Nou, als je zin hebt om te komen praten, je bent altijd welkom. En geloof 2 dagen later, ja, toen was ze er. Dat was de eerste voor vandaag. En we hebben er nog één in petto, we gaan naar Almere. Dag allemaal! Dag! En ploep, we zijn in Almere en ik sta hiernaast. Reinie van Loo. En bij wie gaan we langs, Reinie? We gaan langs bij Toos Kloppenburg van de stichting Delen en Meer. De deur gaat open, mensen. Hey, hallo Toos. Toos, kom naar voren. Toos, kom even naar voren. We gaan je even verrassen. Ik heb gereageerd op een berichtje van Omroep Flevoland om een kerstpakket voor jou te organiseren. En dat hebben ze je gegund, omdat jij je altijd zo tomeloos inzet voor de stichting Delen en Meer. Wat gaat er door je heen? Verrassing, maar ook ja, dat iemand dat voor me doet.